Hallo allemaal, er is geen toepasselijker gedicht om deze bijeenkomst mee te beginnen. Goedemiddag en welkom bij onze digitale bijeenkomst over ecocide met Lammert van Raan, georganiseerd door de Partij voor de Dieren. Ik ben Pieter Groenewegen, fractiemedewerker bij de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag en vrijwillig actief bij de Partij voor de Dieren in Dordrecht en ik ben vandaag uw gastheer. Je hoort wel eens de vraag: als er een boom omvalt in een bos, maar er is niemand in de buurt om dat te horen, maakt die boom dan geluid? Raadsels zoals die geven aan dat we onszelf als mens heel belangrijk vinden. En dit zie je ook terug in de verkiezingscampagne. Die gaat toch vooral over onze eigen diersoort, de mens. Hoeveel geld levert de ene partij mij op versus de andere? Wie laten we het land in en wie niet? Mag ik met mijn auto straks de stad nog in? Die obsessie met onszelf heeft grote gevolgen. De mens is de laatste eeuw een hoofdrol gaan spelen op onze aardbol. Sommige geologen en ecologen noemen de periode waarin wij leven nu het Anthropoceen. Anthropos betekent mens. En het Anthropoceen wil zeggen dat de mens op dit moment de doorslaggevende factor is op de atmosfeer, de oceanen, etc. We zien de enorme impact van de mens op de rest van de planeet dan ook overal terug. Bossen, koraalriffen, diersoorten verdwijnen waar je bij staat. Maar we staan er meestal niet bij en we staan er ook niet vaak genoeg bij stil. Laten we nou eens echt naar de rest van die mooie planeet kijken. De enige planeet met natuur die we kennen. Is haar natuur aan het verliezen door ons? En als Partij voor de Dieren Dordrecht dachten we, daar kunnen we het best eens wat meer over hebben. Tijdens de verkiezingscampagne. Dat is ook waar de Partij voor de Dieren een kei in is. Punten op de agenda zetten waar andere partijen zich niet mee bezighouden. Dus we hebben Tweede Kamerlid Lammert van Raan uitgenodigd om het te hebben over zijn voorstel om de vernietiging van de natuur strafbaar te stellen. Lammert is sinds 2017 Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Hij heeft lang in de telecom gewerkt en heeft zich later omgeschoold tot docent economie op een middelbare school. En hij is al jaren politiek actief voor de Partij voor de Dieren. Eerst in een waterschap, in de toepasselijk genaamde Gooi- en Vechtstreek, zie deze foto voor een illustratie. Toen in een gemeente en in een provincie. En nu dus in de Tweede Kamer. Een vol kwartet. Hij staat tevens op de vijfde plaats op onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil hem zo het woord geven, maar eerst wat korte huishoudelijke mededelingen. Het kan natuurlijk dat je vragen hebt tijdens de lezing of de documentaire. Je ziet onder in beeld een knopje Q&A. Dat staat voor Questions and Answers. Zet je vragen daar vooral neer, wanneer je wilt. Ik zal ze bijhouden. We hebben na de documentaire een vraag-en-antwoord sessie met Lammert, waarin hij jullie vragen zal beantwoorden. Je kunt de vragen van anderen ook een duimpje omhoog geven, als je het een goede vraag vindt of als je die vraag zelf ook wilde stellen. Of als je het gewoon leuk vindt om te doen, het is een vrij land. Mochten er nou te veel vragen zijn voor hoeveel tijd we hebben, dan moet ik een selectie maken, maar daar komen we vanzelf achter. Ik ga wel af op welke vragen de meeste upvotes hebben. Wat ook belangrijk is om te noemen, is dat deze lezing echt gaat over ecocide, dus natuurvernietiging. Dus we gaan het in de vraag- en antwoordsessie vooral hebben over vragen die daar trekking op hebben. Heb je nou een vraag over een ander onderwerp aan Lammert? Geen zorgen, de campagne is nog lang niet voorbij. Er komen nog meer Q&A's waarin je wat bredere vragen kan stellen. Zo is er op 4 maart een Q&A met Lammert van Raan en mijn vorige werkgever Christine Teunissen. Onze nummer 2 op de kandidatenlijst en die is meer geschikt voor algemene vragen. Dan een tweede huishoudelijke mededeling. Dit event wordt opgenomen, je ziet een knopje recording ergens staan, en waarschijnlijk op YouTube gezet. Als je heel erg op je privacy gesteld bent, is dat niet direct iets om je druk om te maken, want alleen de sprekers zijn in beeld, dus alleen Lammert en ik. Maar als je een vraag hebt, heb je de optie om of je naam toe te voegen, of om een vinkje aan te zetten waardoor je je vraag anoniem stelt. En dan komt je naam dus ook niet in de opname terecht. Als je het prettig vindt, kan je van die optie gebruik maken en anoniem je vraag stellen. Ik zou zeggen, ik heb genoeg gepraat. We gaan van start en we beginnen met een korte opiniepeiling. En daarvoor geef ik het woord graag aan Lammert. Ja, dankjewel Pieter. En ook dank aan Dordrecht om mij uit te nodigen om iets te gaan vertellen over ecocide. Ecocide-wetgeving en de noodzaak van ecocide-wetgeving. En voor ik dat doe, lijkt het mij leuk om eens even te peilen onder de kijkers of je nou vindt
dat we zelf verantwoordelijk zijn om ecocidetair te gaan. of dat er een systeemverandering moet plaatsvinden. Het is een beetje een keuze tussen twee uitersten. En ik ben heel benieuwd hoe er gestemd wordt bij het begin van deze lezing. En dan gaan we het aan het einde nog een keertje doen. En dan ben ik benieuwd of daar veranderingen in optreden. Of dat hetzelfde gebleven is. En ik zou zeggen, start de poll. Wat is belangrijker om ecocide tegen te gaan? Systeemverandering of persoonlijke verandering? Let the votes be cast. Er staat ook heel mooi bij dat de host en de panelist, waaronder ik zelf, niet kunnen meestemmen. Dus ik ben benieuwd. Pieter, misschien kun jij aangeven hoe lang mensen nog kunnen stemmen. Nee, dat kan ik niet. Je kan gewoon doorstemmen. Okay. Maar we hadden 30 seconden in gedachten. Heel goed. Even kijken hoor. 9% heeft gestemd. Kijk, systeemverandering 90% en persoonlijke verandering 10%. Nou, hou die score even vast. 90 en 10. En dan gaan we aan het einde kijken of dat nog veranderd is. Mag ik de eerste slide alsjeblieft? De volgende. Ja, dankjewel. Wat je hier ziet is een uitspraak van Ansel Adams, een hele beroemde fotograaf. En dit was ook de uitspraak waarmee Esther Ouwehand en ik 4 jaar geleden onze lezingensessie begon. omdat we hem zo schrijnend vonden. Het is eigenlijk vreselijk dat we onze eigen regering moeten bevechten om de omgeving te redden. En dat was een startpunt van een lezingenreeks die ook heel erg in het teken stond van ecocide. Ik ga jullie het komende kwartier meenemen in de activiteiten die de Partij voor de Dieren heeft ontplooid op het gebied van de ecocide-wetgeving. Wat we daaraan gedaan hebben, wat mijn rol daarin geweest is, wat jullie kunnen doen, wat de internationale ontwikkelingen zijn. En aan het eind daarvan, dat zal zo'n kwartier 20 minuten duren. Daarna hebben we een korte film die ik jullie wil laten zien over hoe ecocide ingrijpt op het leven van mensen en dieren. En daarna hebben we de Q&A. Mag ik de volgende slide? Want dit is natuurlijk een beetje het beeld waar Pieter ook al op wees. Heel erg mens centraal. En dan zodra dieren maar een beetje iets doen, de dieren de schuld ervan geven. Dan zijn we ook vooral geneigd om bijvoorbeeld de dieren meteen af te knallen of te decimeren. Terwijl we dan geen oog hebben voor de effecten die we zelf doen. En als ik de volgende slide mag zien, die geeft heel mooi weer wat eigenlijk het plaatje is. Want wat de mens doet met ecocide, ik zal het begrip 1 keer toelichten. Ik neem aan dat de meeste mensen wel weten wat het is. Het begrip ecocide staat voor de grootschalige vernietiging van mens en dier op een zodanige wijze dat een ecosysteem niet meer kan herstellen van die schade. En dat is eigenlijk precies wat je heel mooi in dit plaatje ziet uitgebeeld. Dat de mens de tak afzaagt waar die zelf op ziet voor ons slide gaat. En nou lijkt dat iets te zijn van ver weg. Ecocide is iets wat ver weg gebeurt. We denken dan met name natuurlijk aan de Amazonegebied, waarvan je hier ook een afbeelding ziet. Een bos ver weg, wat kaal gekapt wordt. Of denk bijvoorbeeld aan Nigeria, de zaak van Shell. Of tegen Shell, moet ik eigenlijk zeggen. Of denk aan Australië. Dus we denken dat de grootschalige vernietiging van de leefomgeving een soort ver van je bedshow is. Maar als je nou kijkt naar de volgende slide, genomen van in de Groene Amsterdammer, dan zie je hier een weiland in Friesland. En eigenlijk, het lijkt alsof je kijkt naar een
Mooi groen landschap, maar je kijkt eigenlijk naar een woestijn. En de randen daaromheen, dat is eigenlijk de oase. Maar waar je hier naar kijkt, is een doodgemaakt landschap. Waarschijnlijk is de bodem ook helemaal gestorven. En alleen met heel veel kunsttrucs is hier nog opbrengst van te halen. Dus ecocide is ook iets wat heel dichtbij gebeurt. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet alles wat maar een beetje te maken heeft met vernietigen van natuur ecocide noemt. Dan krijgt het dan wordt het een beetje een leeg begrip. Maar ik durf wel te stellen dat het nodig is om ook te kijken wat hier in Nederland gebeurt, of dicht bij ons, in de buurlanden gebeurt op dit gebied. Het is echt niet iets wat alleen maar ver weg zich afspeelt. Zelf ben ik vanaf 2010, wat Piet al zei, actief 2009, 2010, actief in de politiek. En het begrip ecocide, dat heeft mij altijd enorm aangesproken. En waarom? Naarmate de wereld en de globalisering is toegenomen en kapitaalstromen, goederenstromen met elkaar verstrengeld zijn, zie je dat eigenlijk de wetgeving achterloopt. Nou was altijd zo dat de wetgeving een beetje achterloopt op wat er in de samenleving gebeurt. En als dat te ver achterloopt, zie je dat je nieuwe instrumenten nodig hebt om de nieuwe werkelijkheid te beteugelen, om te regelen, om te reguleren. Ze noemen wetgeving natuurlijk ook wel gestolde moraliteit. Dus in 2010, 2011, toen ik daar nieuw raadslid was in Amsterdam, vond ik het ook al belangrijk om een innovatie, een nieuw instrument, wat ecocide wetgeving is, op de kaart te zetten. En dat deed ik in Amsterdam. Mag ik de volgende slide zien? Met een initiatiefnota die ik schreef voor het gemeenteraadslid Jonas van Lammeren. Zit er nog steeds, Jonas. Beste raadslid van Nederland, 2 jaar geleden gekozen. Samen met, ik had het geluk om via Katie Ter Gouw, die staat in het midden, in contact te komen met Polly Higgins en een juriste, Regine de Graaf. En gezamenlijk hebben wij die eerste ecocide nota voor de Amsterdamse gemeenteraad geschreven. Nou, fast forward naar de Tweede Kamer. En mag ik de volgende slide zien? En we zijn hier in 4 januari 2019, dat ik in een debat was met minister Kaag. Dat ging over investeren in perspectief. Goed voor de wereld, goed voor Nederland. Dat is een nota die minister Kaag geschreven heeft. Minister Kaag, hele ervaren diplomaten, lange loopbaan. En in dat overleg, tot mijn stomme verbazing, ik stelde ecocide aan de orde. En ze zei eigenlijk, ik zal even citeren, ecocide, dat is een hele moeilijke vraag. Ik had die term eerlijk gezegd nog niet eerder gehoord. Dus dat is educatief. Nou, ik moet zeggen, ik viel eigenlijk van mijn stoel. En dat was het moment dat ik besloot om ook voor de Tweede Kamer een initiatiefnota te gaan schrijven over ecocide. Ik denk, als zelfs minister Kaag niet weet wat dat is. En we spreken nogmaals hier over 2019. En zij zegt echt, ik heb die term eerlijk gezegd nog niet gehoord. Dan is er wel iets mis. Ondertussen, tussen, laten we zeggen, die nota in Amsterdam in 2015, geloof ik, als ik het goed heb, en 2019, 2020, is natuurlijk wel het een en ander veranderd. En dat geeft alleen maar aan dat we een enorme missie hebben om dit begrip in de Kamer te brengen. Dus, als ik de volgende slide mag zien, in 2020, december 2020, hebben we onze ecocide nota, initiatiefnota, ingeleverd. Op de foto zie je mij trots indienen, maar je moet vooral even letten op de jonge vrouw in het midden, of rechts, links van mij, voor de kijkers rechts. Sepide Orava is eigenlijk de lead author, beleidsmedewerker op de buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking en handelsbetrekkingen.
op de fractie. En gezamenlijk hebben we deze initiatiefnota geschreven. Omdat het zo nodig is, dat we de Tweede Kamer meenemen in waarom ecocide wetgeving belangrijk is. We hebben uiteraard ook moties ingediend. De eerste motie in aanleiding van ecocide nota in Amsterdam was in 2016. Frank Wassenberg was degene die dat indiende. En sindsdien hebben we een aantal moties ingediend om dat begrip op de kaart te krijgen. En je ziet ook dat de steun voor die moties gaandeweg toeneemt. Ik wil nu nog even ingaan op de nota zelf. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Ja, en wat mooier dan te beginnen met een statement van Polly Higgins zelf. Die zegt, the rules of our world are laws and they can be changed. En dat is eigenlijk de essentie. Het is niet zo dat wetten vaststaan. En Polly Higgins was degene die na de jaren 90, ik kom daar straks nog even op terug, in 2000, rond 2010, dat begrip ecocide weer in de spotlight zetten. En zij stelde zichzelf voor een wet die ervan uitgaat dat je gewoon geen schade mag toebrengen. Dat je geen schade mag toebrengen aan de leefomgeving van mens en dier. En zij was ook degene die mij ervan overtuigde dat wetten veranderd kan worden. En nou ja, Polly Higgins was niet de enige. Ik ben ook niet de enige. Jullie zijn ook niet de enige. Want wie zei het ook? Misschien mag ik de volgende slide zien. Greta Thunberg, groot voorbeeld, die zegt, ja, we hebben echt nodig dat we de regels veranderen. En dat is ook precies wat we doen met de ecocide wetgeving. Dus als ik de volgende slide mag zien, dan zal ik een beetje vertellen over wat we gedaan hebben in die ecocide nota. Die nogmaals openbaar is. We hebben hem ingeleverd eind december. Hij is goed terug te vinden, zowel op de website van de Partij voor de Dieren als ook in de website van de Tweede Kamer. En wat we eigenlijk gedaan hebben, is met deze ecocide initiatiefnota is een overzicht geven van waarom ecocide wetgeving nodig is. En dat doen we eigenlijk door in te gaan op waarom nou huidige wetgeving niet voldoende is. En want we hebben milieuwetgeving, je mag niet vervuilen, hè, daar zijn echt wel strikte wetten voor. En waarom is het nou nodig dat we ecocide wetgeving hebben? Waarom is het nou nodig dat we het strafbaar stellen? Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om het individueel strafbaar stellen van personen die zich schuldig maken aan het grootschalig vernietigen van de leefomgeving van mens en dier. En dat is er nog niet. Dat bestaat niet op nationaal niveau. Het bestaat niet op, laten we zeggen, regionaal niveau. We hebben bijvoorbeeld over Europese wetgeving. En het bestaat ook niet op internationaal niveau. Althans niet in Nederland, niet in West-Europa. Wat we wel laten zien in deze, laten we zeggen, de tour d'horizon van wat er is, is dat er best landen zijn die al ecocide wetgeving hebben doorgevoerd. Geven we daar ook voorbeelden van. Rusland bijvoorbeeld is een land dat heeft ecocide wetgeving. Maar daar zie je dat er wel een hele mooie wetgeving is, maar dat die niet wordt nageleefd. En zo zijn er meer landen in het algemeen die een wat zwakker ontwikkeld rechtssysteem hebben, wel degelijk ecocide wetgeving hebben. Dus je ziet dat op nationaal niveau het soms niet genoeg is. En je ziet ook dat op internationaal niveau het niet genoeg is. En dat beschrijven we in dat hoofdstuk 2. Van waarom hebben we nou internationale wetgeving nodig? En die internationale wetgeving, zoals we dat voor ons zien, dat kan op een hoop manieren. En dat beschrijven we in hoofdstuk 3 uit. Er is een aantal manieren waarop je dat kan doen. En een van de manieren die veel in de aandacht staat, dat ook wordt onderzocht, dat is om ecocide wetgeving op te nemen in het Statuut van Rome. Wat gaat over de straffen en misdaden tegen de mensheid. En dat lijkt een uitgelezen plek om dit type misdrijven een plek te geven. Dus als een land niet geneigd is om personen strafbaar te stellen voor ecocide, dan is het goed, dan zou het heel mooi zijn, als naast de vier andere misdaden tegen de mensheid,
ecocide de vijfde misdaad tegen de mensheid zou zijn. En dat is het juridisch kader wat we aan het uitzoeken zijn. Ik zal daar straks nog wat over zeggen. Want het is van belang om te weten dat we dat natuurlijk niet als Partij voor de Dieren in ons eentje. Sterker nog, eigenlijk is het net andersom. Wij zien onszelf deel uitmaken van een hele brede emancipatiebeweging die dit type misdaden strafbaar wil stellen. En daar maken wij een onderdeel van uit. En de Partij voor de Dieren speelt daar een actieve rol in, maar we zijn lang niet de enige. Ik zal er straks even wat meer over vertellen. Wat we gedaan hebben verder in die nota, omdat het doel is met name Tweede Kamerleden voor te lichten over het begrip ecocide, is heel veel voorbeelden in die nota aanhalen. En het belangrijkste voorbeeld dat we aanhalen is de case study over West-Papua. En daarin hebben we veel samengewerkt met een redelijk bekende activist op dat gebied, Raki Ab, hebben we uitgenodigd in een samenwerking. Om te kijken hoe kan nou het overstijgende belang van ecocide worden uitgelegd aan de hand van de case van West-Papua. West-Papua is een van de twee laatst overgebleven ongerepte oerwouden. Daar vindt een onafhankelijkheidsstrijd plaats. En tegelijkertijd vindt daar ook een ongekende schaal ecocide plaats. Met name door winning van grondstoffen. Met name mineralen en metalen. En hoe is nou die strijd van onafhankelijkheid en de strijd van inheemse bevolking gerelateerd aan ecocide? En wat kunnen wij leren van inheemse bevolking als het gaat om het beheren van dit soort waardevolle, van levensbelang zijnde gebieden? Dus dat is een hele mooie samenwerking geweest met Raki. Daar hebben we heel veel van geleerd. Uiteraard is het politieke doel van een initiatiefnota ook dat we beslispunten aandragen. Misschien mogen we de volgende slide zien. En waar we de Kamer naar willen verleiden. En ik ga ze echt niet allemaal voorlezen hoor, wees niet bang. Zijn de beslispunten dat we de Kamer willen overtuigen van wat is nou nodig. En een van de dingen die echt nodig is, dat is de oproep die steeds luider wordt voor een internationaal verbod op ecocide. En ik zei net al, Nederland is lang niet het enige land wat actief is op dit gebied. Andere landen zijn eigenlijk al verder. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Canada, Luxemburg, Finland, Frankrijk maken allemaal bewegingen om ecocide-wetgeving op de kaart te zetten. En om ecocide-wetgeving als vijfde misdrijf tegen de mensheid in het Statuut van Rome opgenomen te krijgen, is er actie nodig van de Verenigde Naties. En een van de manieren waarop dat te doen is dat een land dat aanhangig maakt bij de Verenigde Naties. En je ziet mij hier op de foto staan samen met minister Ralph van de Vanuatu. Want hij is een minister van de Vanuatu, een eilandengroep in de Pacific, in de Stille Oceaan moet ik eruit zeggen. En hij is een van degenen die echt het voortouw neemt om landen zover te krijgen om ecocide op de kaart te zetten. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Europa, het plaatje daaronder, dat is Marie-Louise, dan ben ik even de achternaam kwijt, dat is niet zo goed. Even moet opschrijven. Er is een lid van het Europees Parlement. Die heeft dat begrip ook omarmd. En is ontzettend actief om Europa zover te krijgen dat ecocide op de kaart wordt gezet. Dus dat is eigenlijk dat is het eerste punt van wat er in die nota staat. Steun de oproep voor een internationaal verbod op ecocide. En werk daar samen met alles en iedereen. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Nou, het tweede waar we graag het parlement op willen wijzen, is bevorderen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je zou kunnen stellen, heel cynisch gezegd, dat verantwoord maatschappelijk ondernemen op internationaal niveau juist ervoor zorgt dat ecocide nog steeds om zich heen grijpt. En waarom is dat zo?
omdat het volstrekt vrijblijvend is. Dus al decennia lang praten we in internationaal verband, nationaal verband, VN-verband, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is altijd, altijd vrijblijvend. Misschien mag ik het volgende plaatje zien. Recent nog samen met GroenLinks vragen overgesteld. Je ziet februari 2021, vorige week, nee, deze week zelfs, over dit transparant beleid van de ontwikkelingsbank van de FMO, dat is het Nederlands financieringsinstituut, wat zegt zich te houden aan de internationale standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar wat wordt duidelijk, dat in de Democratische Republiek Congo verschrikkelijke misstanden nog steeds plaats kunnen grijpen. En dat is toch wel heel bijzonder als je nagaat dat we nogmaals al decennia lang bezig zijn met het goed bedoelde convenant te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is ook wat Jojo Mehta, een van de opvolgers van Polly Higgins, zegt. Jojo leidt de internationale campagne voor ecocide-wetgeving. En die zegt, je moet opletten wat er gaat gebeuren als individuen straks persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. Wat voor een effect dat teweeg zal brengen. En ik ben het daar helemaal mee eens. Dus die internationale maatschappelijke verantwoord ondernemen, wat dus niet voldoende blijkt te zijn, moet aangescherpt worden. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Nou, wat je ook ziet is dat, daar is wel een schrijnend voorbeeld van, dat is dat de versterkte rechtsstaat wereldwijd. Wat je ziet is in met name landen, de verre landen waar het plaatsvindt, dat daar de rechtsstaat vaak niet sterk is. En daar heeft Nederland een hele belangrijke rol te spelen, ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid te nemen, omdat de activiteiten van de Nederlandse economie enorm bijdragen aan schade elders. En dus wij hebben als Nederland ook een rol om de rechtsstaat wereldwijd te versterken. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van al die rechtszaken tegen activisten. Bedrijven kunnen nu eenmaal heel goed procederen. Dus wat je veel ziet, is voor zover er al niet lichamelijk geweld bij te pas komt, dat NGO's of individuele milieuactivisten helemaal letterlijk worden doodgegooid met rechtszaken waar ze zich eigenlijk niet kunnen tegen verantwoorden. Mag ik de volgende slide? Ik geef er één voorbeeld van, eigenlijk van een soort omgekeerde wereld. Je ziet Isabel Dix van GroenLinks en mijzelf op de achtergrond voor inheemse mensen die gekomen waren uit Brazilië. En dat was ook een leermoment voor mezelf. Want terwijl wij zeggen van Nederland versterkt de rechtsstaat en doe wat je kan om inheemse volken te helpen, was in deze hoorzitting werd pijnlijk duidelijk dat het eigenlijk andersom is. Dat wij op onze beurt nog zoveel kunnen leren van inheemse bevolking, hoe die omgaan met de natuur, hoe die de natuur beheren, dat het eigenlijk net andersom zou moeten zijn. Dat wij bij hun hulp moeten vragen om die kostbare natuur te beheren, te beschermen, te versterken, met rust te laten, et cetera. Dus dat was eigenlijk een omdraaiing van hoe je misschien normaal tegen dit soort zaken aankijkt. Mag ik de volgende slide? Ja, wat we ook zeggen in de nota, dat is eigenlijk de medaille van ecocide kent twee kanten. Eén, ecocide wetgeving. En een tweede, belangrijk, en wat mij betreft een volgende initiatiefnota, door het zijn mijn collega van mij of door mezelf, dat is het toekennen van rechten aan de natuur. Ook dat is als, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dat is een juridische innovatie. Een juridische innovatie voor ons in de westerse wereld. Maar als we nou even terugdenken naar wat die inheemse bevolking ons vertelde, dan is het niet zozeer een innovatie als wel weer teruggaan naar wat ooit heel sterk was. Het zelfstandig toekennen van rechten aan de natuur. En hoe sterk je daarmee de natuur kan maken als de natuur eigenstandige rechten heeft.
Dus dat is een volgende wat wij ook in die nota schrijven. Het is hoog nodig dat rechten, zelfstandige rechten aan de natuur worden toegekend. Daar zijn we overigens ook nog niet de enige. Daarin zijn ook andere organisaties gaan ons voor. En dat wil ik nogmaals benadrukken. Dat het echt niet allemaal uit de koker komt van de Partij voor Dieren. Maar dat wij als activistische politieke partij ons aansluiten bij een brede golf van emancipatie. En dat we die golf ook van binnenuit proberen te versterken. Dat is hier een voorbeeld van. Nou, en dan als laatste. We zouden Nederland zo Nederland niet zijn. En ik zou geen Nederlander zijn. Als ik toch ook niet als vijfde punt een vervolgonderzoek zou willen voorstellen. Omdat Nederland blijkt nogal een dubieuze rol te hebben gespeeld bij het voorkomen dat ecocide wetgeving in het Statuut van Rome zou worden opgenomen in de jaren 90. Welke rol heeft Nederland daar eigenlijk in gespeeld? Ecocide wetgeving is niet nieuw. In 1970 was de Zweedse premier Olof Palme er al mee bezig. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ecocide wetgeving haar wortels vindt in het proces van Nuremberg, waar genocide werd gedefinieerd. Dat toen al de wortels werden neergelegd van misdrijven tegen de mensheid. Maar rond 1970 kreeg dat een enorme impuls om dat strafbaar te stellen. En in de jaren 90 is ecocide een tijd lang strafbaar geweest, of althans bij het opstellen van het Statuut van Rome was het een van de misdrijven. Maar in het finale statuut is dat weer verdwenen. En waarom is dat verdwenen? Hoe is dat gekomen? Dus wij willen daar ook graag toch een vervolgonderzoek naar. Maar het belangrijkste van dat vervolgonderzoek, van die aanbeveling, is toch van hoe kunnen we landen die economisch erg afhankelijk zijn van industrieën, die ecocide plegen, hoe kunnen we nou die economieën hervormen? En eigenlijk hebben we het dan over onze eigen economie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over onze landbouw en veeteelt. Dan hebben we het over onze grondstoffen-economie. Kortom, dat is hoe wij, Sapide en ik, samen met veel anderen, ik noemde al Raak die Hap, maar we hebben ook deze nota laten lezen, meelezers aan veel andere mensen, deze nota in bespreking willen brengen in de Tweede Kamer. Dat zal, ik vermoed, in het najaar zijn. Ik denk dat het nu goed is om even te kijken naar de film die erbij hoort. Het is een film, Maarten van der Sluit. Ik zal er iets over vertellen. Nee, één terug. Dankjewel. Sorry. Gaat even mis. Mag ik nog één terug? Dankjewel. En dan wil ik graag het plaatje zien van Time. Ja, dankjewel. Want ik vertelde al, we maken deel uit van een wereldwijde beweging. Als je gaat inzetten voor ecocide, weet je dan ook gesteund door die wereldwijde beweging. En een van de belangrijkste doorbraken, ik noemde net al politiek, dat heel veel landen en parlementen zich daar hard voor aan het maken zijn. Maar ook op het juridische vlak gebeurt er veel. Je ziet hier een screenshot van Time Magazine, kwam deze week uit. En die verhaalt van hoe sinds december een groep advocaten, een uitgelezen groep advocaten, bezig is om ecocide scherper te definiëren. Want op het gebied van het juridische handwerk moet ook nog een hoop gebeuren. Ik was een jaar geleden, in december 2019, bij een workshop daarvan met juristen. En dan blijkt er nog een hoop juridisch geregeld te moeten worden. Maar ook dat komt nu in een stroomversnelling. Het artikel in Time verhaalt daarover hoe een club van eigenlijk topjuristen zich nu bezighouden met het scherp definiëren daarvan. Zodanig dat al die landen die ik net noemde worden geholpen om dat naar op de agenda te krijgen. Om het tot een vijfde misdrijf tegen de mensheid te krijgen. Ik denk dat het nu tijd is om even te kijken naar een film. En From Harm to Harmony. En ik vond het een heel indrukwekkende
film. Ik zag hem voor het eerst, ik denk 3 jaar geleden, in een bijeenkomst in Den Haag. In een filmfestival over ecocide. En het verhaalt hoe en wat wij kunnen leren van de inheemse bevolking. Dus het gaat over het behoud, het beheer van de natuur. En dat de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. Zou die kunnen starten nu? Dankjewel. Ik word er altijd een beetje stil van, maar ik krijg er ook altijd heel veel energie van om deze film te zien. Ik zit even te kijken of we weer verbinding hebben. Ja, ik zit, ja. En ik krijg ook altijd heel veel energie van om deze film te zien. Dat moeten we echt weer tegenaan. En het is nodig. Ik wil weer even terug naar de poll. Waarschijnlijk kennen de meeste mensen van jullie deze kreet wel. Dat een beter milieu bij jezelf begint. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we begin jaren 90, wie is er niet groot mee geworden, heel erg gewezen zijn op onze eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft nu zo'n 30 jaar geduurd. Deze campagne loopt al 30 jaar. Een beter milieu begint bij jezelf. En heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat je misschien wel voelt dat als een beter milieu nou niet begonnen is, dat het dan aan jou ligt. En daarom was ik zo blij met het boek van Jaap Tielbeke. Volgende slide alsjeblieft. Die heeft een prachtig boek geschreven vorig jaar. En die zegt, ja, een beter milieu begint eigenlijk helemaal niet bij jezelf. En Jaap Tielbeke ben ik dankbaar dat hij ons min of meer bevrijd heeft, althans mij heel erg, van misschien ook wel het schuldgevoel dat als je zelf niet genoeg doet, dat het dan jouw schuld is dat het niet goed komt met het milieu. En dat je eigenlijk in die zin bijdraagt aan ecocide, dat je daar schuldig aan maakt. En wat Jaap Tielbeke betoogt in zijn boek, een beter milieu begint niet bij jezelf, is dat het voor een individu wel heel moeilijk is als je eenmaal in een systeem zit wat helemaal gericht is op korte termijn, op mensgericht denken, op het hier en het nu, om daar een verbetering in aan te brengen. Dat de individuele actie de verandering teweeg brengt. En ja, het is natuurlijk zo dat je je kan doen inderdaad als individu. Kun je daaraan bijdragen door je voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Maar wat hij betoogt, en ik sluit me daar echt wel bij een groot deel bij aan, is je kan beter je energie, nee niet beter, je kan ook je energie gebruiken, zo moet ik het zeggen, je kan ook je energie gebruiken om het systeem te veranderen. En daarom vond ik het ook zo mooi aansluiten bij wat we net zagen in de film. En daarom vind ik het ook zo mooi aansluiten bij de beweging strafbaar stellen van ecocide als innovatief juridisch instrument om de wet te veranderen en daarmee ook de werkelijkheid te veranderen. Ik zou nu graag nog een keer de poll willen doen. Kijken of de meningen zijn veranderd. Pieter gaat de tijd aangeven hoe lang we dat gaan doen. En ik ben benieuwd. 30 seconden. TikTok. 30 seconden. Dankjewel, Pieter. En voordat we stoppen, terwijl jullie nog misschien even de poll invullen, zou ik nog even willen wijzen op de Q&A. Als je de vragen wil stellen, of je dat in de Q&A wil doen. Dankjewel. Hebben we een uitslag? Kijk, 96 en 4. Nou, we... We kunnen ons nog herinneren dat aan het begin van deze bijeenkomst was het 90-10. En het is nu 96-4. Ik ben het daar ook heel erg mee eens. Ik vind dat aan de ene kant heb je een persoonlijke verantwoordelijkheid om te doen wat je kan doen. Een persoonlijke vrijheid
hoort daarbij. Twee van de uitgangspunten van de Partij voor de Dieren. En daarbij hoort natuurlijk ook de andere twee, namelijk duurzaamheid en compassie. En ja, het is dus nodig om het systeem te veranderen. En ja, dat zal vaak geen prettig gesprek zijn. Dat zal echt een strijd zijn. En een deel van die strijd zag je in de film die we gezien hebben. Een deel van de strijd lees je ook heel goed terug in die ecocide initiatiefnota. En een deel van de strijd kun je ook gewoon volgen als je bijvoorbeeld Stop Ecocide Nederland volgt op Facebook. Of je daarbij aansluit. Want dat is nodig. En daar wil ik ook zeg maar mijn gedeelte van de lezing mee beëindigen. Met jullie te bedanken voordat we aan de Q&A beginnen. Maar ook te wijzen op het feit dat het heel erg nodig is dat we 17 maart genoeg stem hebben om die systeemverandering te versnellen. Want dat is wat nodig is. Dankjewel. Dit was mijn verhaal. Ik ga nu graag naar de Q&A en ik geef het woord terug aan Pieter. Dankjewel, Pieter. Ja, we hebben superleuke vragen binnengekregen. Blijf ook vooral je vragen stellen bij de Q&A-optie onder in beeld. Ik weet niet of we aan alle vragen toe gaan komen, maar ik begin bij de meest populaire. En de meest populaire vraag op dit moment is een vraag van Irma van Herwijnen. Hey Irma, ik ken Irma. Zij vraagt, waarom noem je het een misdaad? Of waarom moet ecocide een misdaad tegen de mensheid worden? Dan stel je de mens toch weer centraal. Ja, Lambert, verklaar je nader. Ja, ik vind het een goede vraag, Irma. Maar het is nou eenmaal zo dat de mensheid degene is die in dit geval ook echt het probleem veroorzaakt. En niet de natuur, of niet de dieren, of niet het ecosysteem. Maar juist de mensheid. En we hebben instrumenten nodig om dat tegen te gaan. En nu ontbreekt dat instrument. Shell bijvoorbeeld. Misschien een makkelijk voorbeeld. Maar goed, even voor de eenvoud. Het veroorzaakt enorme schade. Bijna overal waar ze opereren in een ongereguleerde omgeving. En daar wordt zelden voor veroordeeld. Het is nu recent gebeurd. Maar dan zie je ook dat de personen zelf niet zozeer worden vervolgd. Maar het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. Dat is ook wat wij beschrijven in de nota. Wat er dan gebeurt is dat het bedrijf krijgt een boete. En wat je ziet is dat die bedrijven die boetes eigenlijk incalculeren in de prijs. En dat is dan de prijs van het zaken doen. Wordt ingecalculeerd en wordt doorberekend in de prijs. Hoort erbij. En die praktijken blijven gewoon bestaan. Maar juist de gedachte dat er een instrument bestaat dat jij persoonlijk strafbaar kan worden gesteld voor het handelen van jou of van jouw bedrijf, is een heel krachtig instrument, wat zoals Jojo Meta dat beschrijft. Dus helaas, de mensheid is hier en daar een prachtige aap, een schitterende aap, maar hier en daar toch ook echt een vernielzuchtige aap. En daar moeten we nieuw instrumentarium, juridisch instrumentarium voor maken. Ik hoop dat de vraag beantwoordt, Emma. Ik zie hier een vraag die hier heel mooi op aansluit van een anonieme deelnemer. Die vraagt, waar trek je dan de grens? Want door het consumeren van dierlijke producten, kinderen op de wereld zetten, in een auto rijden en dergelijke, draag je toch ook bij aan ecocide. Moet dat dan allemaal strafbaar worden? Nee, dat is in ieder geval waar je over spreekt, is eigenlijk het op een dermate grootschalige manier verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de leefomgeving, van mens en dier, dat de habitat zich niet meer kan herstellen. En dat is niet dus een individuele daad van dat jij in een auto rijdt of misschien wel een dier eet, dat moet je zelf weten, vindt de Partij voor de Dieren. Wij zouden zeggen, doe het niet. Maar uiteindelijk is dat persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, of je het wel of niet doet. En dat is ook geen ecocide. Het gaat om het grootschalige karakter daarvan. Dan heb ik een vraag van E. Visser. Die vraagt, intergenerational rechtvaardigheid, dat elke generatie plichten aan de toekomstige generatie heeft, wordt nog niet breed geaccepteerd, nog begrepen. In hoeverre zie je dit als een belemmering voor het slagen van deze beweging? Nou, ik vind het een hele mooie vraag.
Want dat is dat feit dat dat nog niet gedeeld wordt. Nogmaals, het zit eigenlijk versleuteld in het DNA van de Partij voor de Dieren, dat intergenerationele. Ik heb laatst ook een artikel over geschreven samen met Talita Kalau en Klaas van Egmond. Eigenlijk een jonkie, een wat oudere en een hele oudere. Om juist dat intergenerationele karakter van de problematiek duidelijk te stellen. En juist het feit dat dat ontbreekt of nog niet genoeg is doorgedrongen, is echt een van de hinderpalen. En daarom, dat is ook een van de redenen waarom ik in mijn dossier economische zaken en financiën altijd pleit voor het zogeheten brede welvaartsbegrip, om dat te hanteren. De brede welvaartsmonitor te hanteren als instrument. En waarom? Omdat dat een instrument is wat niet alleen het hier en nu meet qua economische activiteiten, of überhaupt activiteiten die de mens veroorzaakt, maar ook de toekomst, centraal stelt, en ook mensen elders. Dus het gaat niet alleen om het hier en nu, eigenlijk het hier en nu is samengevallen met het neoliberale gedachtegoed van bijvoorbeeld de VVD. Dus als je Rutte hoort spreken over zijn Nederland heeft de 6e economie van de wereld en de 6e van Europa en de 16e van de wereld, daar is hij heel trots op. En dat vindt hij fantastisch en dat moet zo blijven. En dat nou helemaal iedereen danst met hem mee. Terwijl als je daar tegenover het brede welvaartsbegrip zet, wat duidelijk ook kijkt naar het later, maar ook naar het elders. Hoe de impact van de huidige hier en nu economie is. En dan kun je niet anders concluderen dat wat Rutte doet, is het toejuichen van de sporter die weliswaar wint, maar dat alleen maar doet door doping te gebruiken. Want de doping van het hier en nu is het later en het elders. En daarom is het zo belangrijk dat we dat intergenerationele enorm benadrukken. Daarom is Partij voor Dieren ook bijvoorbeeld voor de ombudsman voor de toekomst. En daarom kun je eigenlijk ook spreken van een volgende stap die wij dreigen te maken, of eigenlijk maken zonder die bewustwording, is namelijk dat we misschien het fysieke kolonialisme hebben afgeschud en daar nu bezig zijn met dat te herstellen en te repareren en noem maar op. Maar dat we eigenlijk de toekomst nu aan het koloniseren zijn. Namelijk door het naar voren halen van het grondstoffenverbruik. Het is niet voor niks dat World Overshoot Day voor Nederland, dat valt al in mei, in de duurzame energiedag valt, dat is 16 februari. Dus dat is op een enorme manier interen op niet alleen het elders, maar ook de toekomst. Dus wij zien daar een enorm verband tussen. En dat ook dat is van cruciaal belang dat we dat erkennen, inzetten. Dat is ook iets wat we van de inheemse bevolking kunnen leren. En dan ga ik wel heel ver terug in de tijd. Dat erbij, maar ik ben echt vergeten of het nou de Romeinen waren of de Grieken, dat er geen beslissingen werden genomen zonder een aantal generaties terug te gaan in het verleden. Wat zouden de voorouders gedacht hebben? En een aantal generaties vooruit van wat betekent het voor onze nakomelingen? En dat bij de besluitvorming te betrekken. Dus dat is ook een eikpunt van een speerpunt van in ieder geval mijn invulling van de dossiers economische zaken, klimaat, financiën, onderwijs, dat soort zaken. Speelt een hele belangrijke rol. Ik zie dat je hiermee ook een vraag hebt beantwoord van Rishi, die vroeg, zie je het verband tussen kolonialisme en ecocide? Nou, dat heb je net mooi verteld, dat we eigenlijk op de toekomst koloniseren. Ja. Maar dan zie ik nog een vraag die aansluit op de vorige, want we hadden het net over de term intergenerationeel. Voor Ronald is de vraag, voor veel mensen en dus ook voor veel Tweede Kamerleden, is ecocide een abstract begrip, net als intergenerationeel. Hoe zorg je ervoor dat het een minder abstract begrip wordt voor deze mensen? Oftewel, hoe kweek je interesse en begrip voor iets dat voor veel mensen een ver van mijn bedshow is? Nou, dat vind ik een goede vraag, Ronald, want die duidt op de persoonlijke reis die Sapir en ik gemaakt hebben toen we dit aan het schrijven waren. En ik heb hem al in een andere bestuurslaag ook een keer gemaakt, wat ik vertelde over de nota in Amsterdam. Wat er gebeurt op het moment dat je natuurlijk bezig bent met een... ik viel van mijn stoel toen Kaag zei, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Echt, dat kun je ook terugkijken, dat ik zo'n belezen, ervaren,
ja, intelligente persoon. Die er gewoon, ja, ik weet het niet. En op dat moment waren wij, dat gaf eigenlijk de doorslag om te gaan schrijven. En dan schrijf je eigenlijk vanuit wat jij weet, wat wij weten, Spiel en ik. En met de mensen die wij spraken, met nou, wat ik al zei, Stop Ecocide of Jojo, noem maar op. En dan maak je eigenlijk jouw bubbeltje duidelijk in zo'n nota. En dat is een hele confronterende nota, wordt dat. Omdat het denken in ecocide in onze kringen heel ver gevorderd is. En toen we hem af hadden, toen hebben we hem ook laten lezen aan veel mensen. Maar we kwamen ook tot de conclusie, ja, als het nu zo is dat bij de tweede alinea iemand van D66 al denkt, ja, wacht eens even. Het zal wel. En de deur gaat dicht. Ja, dan sla je de plank natuurlijk gewoon mis. Dus eigenlijk hebben we in een vrij laat stadium, hebben we hem eigenlijk herschreven, meer in een aanklagende rol. En geloof me, er is echt genoeg wat aan te klagen valt, hoe Nederland opereert, naar een meer uitleggende rol en een verklarende rol. En je wilt Kamerleden echt meenemen in wat de problematiek is. En dat doe je niet, is mijn ervaring inmiddels, door meteen al te beginnen met op het kennisniveau waarop de stop-ecocide-beweging en de juristen zich bevinden. Dat is een geleidelijk proces. En daar, dus die initiatiefnota is echt bedoeld om Kamerleden mee te nemen in de problematiek. Ja. Saskia heeft de vraag, is Anja Hazekamp, onze vertegenwoordiger in het Europees Parlement, ook bezig met een voorstel tegen ecocide? Nou, goede vraag. Wat we gedaan hebben is, toen we er af waren, hebben we contact gezocht met de Animal Peace Foundation van de Partij voor de Dieren. Dat is de club die de internationale contacten met alle zusterorganisaties onderhoudt. En hebben gevraagd, zou het goed zijn om deze nota, deze initiatiefnota te vertalen, zodat we hem kunnen verspreiden in andere landen. Zodat die niet het wiel hoeven uit te vinden. En dat zijn we overigens ook aan het doen met de Klimaatwet 1.5. Dat is onze wijzigingswet op de huidige slappe klimaatwet. Dus de ecocide-nota is nu in het Engels vertaald. Samen met Vera van de Animal Peace Foundation en Ines hebben daar een rol in gespeeld. We hebben ook fondsen voor beschikbaar gesteld, bestuur van de Animal Peace Foundation. En zodanig dat u bijvoorbeeld ook vrij makkelijk naar Anja kan. Zoals je weet is Anja Hazekamp in Europa haar focus en haar speerpunt is zijn veetransporten. Dat is haar, daar speelt ze eigenlijk opinieleider in, dus daar is ze heel erg gefocust op. En dan helpt het enorm dat zo'n initiatiefnota uit Nederland in dit geval al vertaald in het Engels en Frans, Spaans zijn we nu aan het overwegen, naar haar toe komt, zodat zij daar ook weer mee aan de slag kan zonder dat ze het wiel opnieuw hoeft uit te vinden of met een relatief kleine inspanning. En daarnaast sluit het ook heel mooi aan bij het werk van Marie-Louise Toussaint, dat was de naam van de Europarlementariër, die laten we zeggen, de ecocide kar in Europa trekt. Dus niet iemand van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren in Europa trekt veetransporten kar en het Europese landbouwbeleid kar. Wat natuurlijk heel erg gelinkt is uiteraard wel aan dat onderwerp. Zo probeer je dat allemaal zo efficiënt en zo scherp mogelijk te krijgen. Anja is zeker op de hoogte van de nota. Dat vertel je aan elkaar als je elkaar kan helpen. Dus zo doe je dat. Ja, ik wil even kudos geven aan Lydia Scholten, want zij kwam al met de naam Marie-Louise Toussaint. Dus Lydia... 10 punten. Lydia, 10 punten. Ja, douze points. Sarah heeft de vraag. Douze points, ja. Aan welke strafrechtelijke sancties wordt er gedacht? Dat is ook een leuke vraag. Wat we gedaan hebben met op een moment, dat was in 2017, 18. Toen heeft Polly samen met Stop Ecocide Nederland, Katie ter Gouw, uitgedacht, weet je wat we doen? We doen net alsof ecocide al is opgenomen in de statuut van Rome. En we gaan Marjan van Loon van Shell en Erik Diebes vervolgen.
Stel dat het al een wet was. Stel, we kiezen die personen. Hoe zouden we dan volgens de regels van het Statuut van Rome, wat dus al established law is voor 4 andere misdrijven, hoe zou die zaken dan uitzien? Met andere woorden, een soort dry run, hoe noem je dat? Testsimulatie. Hoe dat eruit zou zien en wat voor straffen daaruit zouden komen. En ja, dan heb je het echt over gevangenisstraffen. Gewoon aanklagen, gewoon zitten, gewoon weten dat je strafbaar bent. Ja, je moet wel de dreiging van de straf een beetje voelen, merk ik. Je moet de dreiging van de straf voelen. En nogmaals, dat is ook een van de redenen waarom dat effectief zal zijn. Ja. Hey, ik moet er ook bij zeggen trouwens, dat het proces is gestopt. Vanuit onduidelijkheden. Dat was nog niet op dat moment zover. Maar je moet wel denken aan persoonlijke vervolging. Het gaat dus niet om vervolging van bedrijven. Het gaat echt om vervolging van personen. Ja. Rishi heeft meer een stelling. Hij stelt, om ecocide te stoppen, moeten we een systeemverandering creëren door te stoppen met neoliberalisme. Wat vindt de Partij voor de Dieren van neoliberalisme, Lange? En heeft dat iets te maken met ecocide? Ja, ik kan er natuurlijk alleen maar volop mee eens zijn. Je ziet ook een kanteling. Kijk, wat het neoliberalisme veroorzaakt heeft, of een gevolg daarvan, zonder dat dat nou in de aard der zaken misschien een sinister complot geweest is. Maar wat het neoliberalisme in ieder geval bevordert, is korte termijn en een soort eeuwig hier en nu creëren. Met een race naar de bodem, met name voor alles en iedereen. Met uitbuiting en uitputting als verdienmodel. En nogmaals, ik weet zeker dat dat nooit op die manier bedacht is of bedoeld is. Maar dat is natuurlijk wel een gevolg geweest van het neoliberalisme. En dat alles wat een markt heeft waarde. Zo prachtig wat, ik weet niet of het nou een Loesje uitspraak is, van Loesje. Of dat het een, iemand anders dat gezegd heeft, maar dat het natuurlijk tekenend is, zeker in het neoliberalisme, heeft een bos pas waarde op het moment dat het hout gekapt wordt. Ja, dat is natuurlijk het beste bewijs dat daar iets mis zit. En dat is ook datgene wat moet veranderen. En het is maar de vraag in hoeverre dat neoliberalisme kan blijven bestaan. Voor een deel, je zou kunnen zeggen dat liberalisme heeft ook veel gebracht. Rond 1900 was een heel progressief liberaal kabinet. Dat echt heeft bijgedragen tot vrouwenemancipatie. Het kabinet van Pearson. Liberaal. Is natuurlijk iets anders dan neoliberaal. Want dat is toch een systeem waar we... En waar je ook van ziet dat zelfs de VVD zegt, ja, dat, misschien moeten we dat toch wat anders doen. We hebben dat zelf ook wel eens, laten we zeggen, het nieuwe sociale contract genoemd, waarin wat nodig is, waarin bijvoorbeeld ook dierenrechten, intrinsieke dierenrechten een rol gaan spelen. Of je hebt misschien wel eens gehoord van het Rijnlandse model, wat na de oorlog in West-Europa opkwam, waarin bijvoorbeeld... werknemers een hele belangrijke rol kregen in het besturen van bedrijven. Dat werd het Rijnlandse model genoemd. Later ook wel het poldermodel genoemd, verbreed. En je ziet dat vanaf eind jaren 70, 80, dat eigenlijk wordt weggevaagd door de neoliberale denkers. Die overigens ook hun wortels hebben rond de jaren 40, 50. Dus dat werd toen gezien als een heel innovatief groepje met denkbeelden die ook 40, 50 jaar hebben gesudderd voordat Reagan en Thatcher ermee aan de haal gingen. En waarvan we toen al konden weten, maar nu zeker weten, dat dat niet houdbaar is. Nee, dat duurzame gedachtegoed is natuurlijk ook al heel lang bekend. En daar doen we ook al heel lang niet zoveel mee. Maar goed. Nou ja, kijk, dat is het punt, dat is nog wel een punt wat ik wil maken. Het is belangrijk om te realiseren dat, vind ik althans, dat het helemaal niet zo is dat we nu pas beginnen. Ik zou willen pleiten dat je realiseert dat dat al lang begonnen is. Bijvoorbeeld bij de Club van Rome in 1970. En dat we toen al wisten, Silent Spring 1960. De herkenning dat landbouwgif
funest is voor de natuur. En dat punt kun je eigenlijk markeren als het begin van een nieuwe tijd. En daarom is dat intergenerationele ook zo van belang. Dat de tachtigers van nu, dat zijn de dertigers van toen, of misschien wel de twintigers van toen, die toen al bezig waren om proberen duidelijk te maken wat er moet gebeuren. Dus je hebt die tachtigers. Nou, Jan Terlouw is natuurlijk een goed voorbeeld daarvan. Maar Klaas van Egmond is ook een mooi voorbeeld. Zo zijn er meer. Juffermans, Jan Juffermans. Ja, dat zijn tachtigers die zoveel ervaring hebben. En die gewoon weten dat het niet... Die konden nog blij zijn met eerste stapjes. Maar we kunnen nu niet meer blijven. We moeten nu grote stappen maken. Het is eigenlijk heel cynisch dat omdat het neoliberalisme zo lang heeft kunnen floreren, wij nu, als ik zou ons willen benoemen als renaissance mensen, die al sinds de jaren 70 in die traditie staan van verandering, dat wij nu drastische maatregelen moeten nemen, omdat het neoliberalisme zo lang heeft kunnen botvieren. En dat is natuurlijk ook de grote strijd. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik zie het ecocide of natuurbeheer ook niet zozeer een strijd tussen links of rechts of iets dergelijks, want dat vind ik echt hele verouderde termen. Ik zie het veel meer in termen van eco of ego. Hè. Gaan we dat neoliberale, dat korte termijn denken in stand houden? Of zien we kans om die omslag te maken? En dat is het echte gevecht. Maar dat is al lang begonnen. Dat is sinds de jaren 60, 70 al lang begonnen. En daar hebben we iedereen mee nodig, jong en oud. Maar links en rechts is verouderd. Je ziet het ook in de peilingen. Stel voor dat links, wat we dan ouderwets links noemen, nu, als je dat optelt, ja, kom je tot 40, 50 stemmen, zetels. Nou, dat is niet genoeg. Dus je zult ook die rechtse groene krachten moeten bevrijden en moeten meekrijgen. En dat is de echte uitdaging natuurlijk. Ja, links en rechts heeft natuurlijk meer te maken met de klassenstrijd. En de vraag is of die klassenstrijd op dit moment de meest relevante is die we moeten voeren als mensen. Ja, vind ik heel goed gezegd. En dat is dus inderdaad een term. Wat je zegt, Pieter, is heel terecht, want die klassenstrijd die was, laten we zeggen, in 1900 super relevant. Super, super relevant. Maar om met diezelfde indeling, diezelfde instrumenten deze crisis te lijf te gaan, is maar de vraag of dat kan. Nou, mijn stelling is eigenlijk, maar niet alleen voor mij, dat kan niet meer. We hebben andere breuklijnen nodig, andere indelingen. Ja. Reza heeft een aantal heel scherpe stellingen in de questions and answers gezet. Hij had al op Facebook aangekondigd dat hij erbij zou zijn. Hoi Reza. En is dat Reza van de slagtax? Is dat Reza van de slagtax? Die meegeholpen heeft aan het schrijven aan de slagtax? Dat weet ik niet. Dan kan hij dat nog even zeggen. Dan kan hij het nog even in de vragen zetten. Ja. Zijn interessantste stelling, vond ik, heeft niet de meeste upvotes, maar die wil ik toch graag aan je voorleggen. Hij zegt, maar apen in de jungle geven toch ook niks om wat mensen doen. En dan heb ik het een beetje gecensureerd. En zeeanemonen ook niet. Het is toch juist natuurlijk dat diersoorten hun eigen diersoort belangrijk vinden. En de rest ziet als diersoorten buiten hun eigen diersoorten om. Dus waarom maakt de Partij voor de Dieren zich zo druk om andere diersoorten? Het is toch natuurlijk om je als mensen alleen om de mens druk te maken? Ja, ik denk dat iedere diersoort haar eigen unieke eigenschappen met zich meebrengt. En sommige kennen we, sommige kennen we niet. Het is ook heel aanmatigend om te denken dat wij als diersoort alle eigenschappen van alle diersoorten zouden kunnen kennen. Een van de eigenschappen die ons onderscheidt is dat we een zekere mate van reflectie hebben en een zekere mate van compassie kunnen ontplooien. En met name, en dat is denk ik toch wel erg, ik denk ook wel in de mens ingebed, normalitair. Dat je het kwetsbare beschermt tegen het recht van de sterkste. En dat is natuurlijk singulier een eigenschap die mensen hebben. Wat je ook wel bij sommige dieren ziet. En dat we natuurlijk een heel sterk besef hebben van verleden, heden en toekomst. En dat geeft ons een verantwoordelijkheid als mens. Die we niet kunnen negeren. Waarbij we niet kunnen zeggen, we komen op voor onszelf en we zijn een hele succesvolle aap.
Ja, op een dode planeet heb je geen verdienmodel, wordt er wel eens gezegd. Dus het geeft ons als soort wel een speciale verantwoordelijkheid die ik nog niet zozeer zie of verwacht of denk aan te treffen bij een zeeanemoon. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Er is nog zoveel wat wij niet van de natuur weten. Pas recent, in mijn ogen tenminste, voor zover ik weet, recent, dat we beginnen te ontdekken dat bijvoorbeeld bomen communiceren op een bepaalde manier. Ondergronds, via schimmels. En. Dus er is nog zoveel wat wij niet weten. En zo enorm onwetend. Ik zou die rol niet meteen opnemen van oké, we kunnen lekker opkomen voor onszelf. Want eigenlijk zien we dat het gewoon niet goed gaat. Dat we, wat jij ook al zei in het begin, Pieter, en ook Reza, dat we afsteven op een zesde uitstervingsgolf. Dus ja, ik geef Reza gelijk. We weten niet alles van de zeeanemoon. Dat klopt. Maar juist zou ik willen zeggen dat we het niet weten. En dat we wel heel veel weten van onszelf. Past onze bescheidenheid en met name compassie. Compassie en duurzaamheid. Ja, ik zou nog willen toevoegen dat iets natuurlijk is om te doen, maakt het nog niet moreel om te doen. Dus het is wel denk ik belangrijk om dat onderscheid te blijven maken. En ja, misschien is opkomen voor andere diersoorten juist wel in ons eigen belang als mens. Dan heb ik een anonieme vraag. Hoe ga je het er ooit doorheen krijgen om ecocide strafbaar te stellen? Welke aanknopingspunten zie je en hoe verwacht je dat dit ontvangen zou worden binnen het kabinet? Ja, nou, binnen het kabinet heb ik aan de ene kant, wat ik al zei, hè, door wat bij mij de doorslag gaf, was dat Kaag gewoon niet wist waar ik het over had. Nou, als zij het al niet weten, ja, dan hou ik mijn hart vast over van anderen. Want zij is toch de minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking. Ik ben er eigenlijk super optimistisch over. Omdat het begrip en de ontwikkeling gaat zo snel. En de steun en het draagvlak, internationaal gezien, gaat zo snel. Ook gezien de aard van de veranderingen in ecosystemen. Dat het besef dat daar iets moet gebeuren. En dan lijkt het misschien nog heel ver weg. Ik moet altijd denken bij dit soort vragen aan dat heb ik een keer in de handelingen. Dat ging over als we dit doen, dan stel maar voor dat we deze regel gaan doorvoeren, dan stort de economie in. Dan gaan we ten onder. En sterker nog, als wij het niet doen, dan doen een ander het wel. En die nemen dan de plek in. En dan gebeurt het elders en veel slechter. Dus wij kunnen beter maar blijven doen. Dus laten we maar vooral doorgaan met wat we aan het doen zijn. En dat bleek te gaan over de afschaffing van de slavernij. Dus dat was in 1863 in Nederland. En in 1860 werd er nog gezegd, nou, dat moeten we echt nooit doen, want nou ja, wat ik net allemaal herhaalde. 3 jaar later, weet je wel. En ik denk dat hier ook zo is. Dat het een idee wiens tijd gekomen is, zei een bekende filosoof. Er is niks sterker dan dat. En dat geldt voor strafbaarstellen van ecocide net zo. En het zien dat een belangrijk instrument is. En dan gaat het heel snel. En je moet, ik raad iedereen aan om te abonneren op Stop Ecocide, een nieuwsbrief. Echt de meldingen buitelen over elkaar heen van landen of regeringen of steden zelfs. Die zich aansluiten bij de beweging om ecocide strafbaar te stellen. Vergis je niet, er zit nog een, natuurlijk vergis je niet. Maar wat ik erbij wil opmerken is, er is nog een hele juridisch-filosofisch debat nodig. En dat is ook gaande nu, waar ik op wat ik vertelde. Om het goed juridisch te ankeren. Dus daar is aan de juridische kant ook nog een hoop werk. En aan de bewustwordingskant ook. Maar ik zie het wel heel snel gaan. En ik zie het ook in een stroomversnelling. Dus ik ben daar heel erg optimistisch over eigenlijk. Goed om te horen. Ik zie een snelle stijger. Een anonieme vraag. Ik wil trouwens zeggen, we stoppen rond 16:30. Met de vragen. Prima. Maar nu is het 16:50. De anonieme vraag is,
Je hebt net gezegd, ik wil mensen persoonlijk voor het gerecht slepen. Maar de vraag is, zou de luchtvaartmaatschappij, zoals bijvoorbeeld KLM, ook beschuldigd kunnen worden van ecocide? En ik ben dan wel benieuwd hoe je dat zou aanpakken met het persoonlijk aanpakken van zo'n bedrijf bijvoorbeeld. Nou ja, wat ik vertelde, het antwoord is ja. Hè, want je ziet dat de luchtvaart, is een van de dossiers die mijn team en ik hebben uitgekozen als signaalindustrie. Voor eigenlijk alles wat er mis is aan een vastgelopen sector. We doen dat al voor de landbouw, zoals jullie ongetwijfeld weten. Maar de luchtvaart is ook zo'n voorbeeld van een sector die op allerlei manieren is vastgelopen. Het voert nu te ver om die hele luchtvaartdiscussie te voeren waarom we dat hebben gedaan. En wat erachter zit en de systeemverandering die daar nodig is. En de wortels die de luchtvaart heeft, de wortels van de groei van de luchtvaart, liggen eigenlijk in hele vruchtbare en rijke grond die ook zeker te waarderen is. Namelijk het verbinden van volkeren met elkaar. Om oorlog te voorkomen. Dat is een heel nobel streven. Maar 80 jaar later zie je dat het volledig ontspoord is. En daarin zie je dat ook een industrie gevangen zit. In wat we even voor het gemak maar even neoliberalisme noemen. Doen we alles tekort. Maar dat even voor de eenvoud. En dat is bij uitstek natuurlijk die race naar de bodem. Een verdienmodel gebaseerd op uitputting en uitbuiting. En daarin, ja, ik moet vooral denken aan, kijk, wat juridisch mag, hè, want luchtvaart is geen illegale bezigheid of zo. En je mag best flexcontracten hebben en je mag van alles en nog wat. Maar wat juridisch juist is, hoeft moreel niet juist te zijn. En daarin zie je dat dus mislukt is. Dus we moeten en de regels van de luchtvaart veranderen. Want in wezen kun je valt er nu niet zoveel af te dingen op wat een baas van de KLM doet. Die maakt gewoon gebruik van de regels. Dus we zullen die regels moeten veranderen. Maar we zullen ook het instrument van ecocide, strafbare stelling, moeten hanteren. Omdat als jij weet dat jij een legitieme handel drijft, maar nog steeds verantwoordelijk bent voor grootschalige vernietiging van wat het begrip ecocide is, dat je dan strafrechtelijk vervolgd kan worden. Dus je moet eigenlijk twee dingen doen. Ja, helder. Ik zie een populaire vraag van Trace Janssens. Mensen die bij de Partij voor de Dieren Zeeland, actief zijn, denk ik, ja. Die zullen Trace Janssens kennen. Hallo, ze Zeeland. Vraagt, diverse politieke partijen hebben al standpunten van de PVD overgenomen. Wat is de stand van zaken met ecocide? Zijn er al medestanders? En diezelfde vraag is ook door hem. Anonieme vraagsteller gesteld. Ja, leuke vraag. Ik weet dat het bijvoorbeeld een begrip is wat ontzettend leeft onder de PJO's, de politieke jongerenorganisaties. Terecht, het gaat hem ook enorm aan. Heel blij met die aandacht. En ik weet dat dankzij DWARS, dus de PJO van de politieke jongerenorganisatie van links, dat GroenLinks het nu ook in hun verkiezingsprogramma heeft genoemd. En voor zover ik weet, is dat eigenlijk de enige. Maar ik wil een andere niet tekort doen. Ik moet ook bekennen dat ik er nog niet aan toe ben gekomen om de verkiezingsprogramma's van anderen te lezen. Voor zover ik weet is bij DWARS, die hebben een amendement ingediend op het verkiezingsprogramma. Waardoor ecocide nu ook opgenomen is in het programma van GroenLinks. Heel goed. Ik zie nog een vraag van Lisbeth uit Dordrecht. Ik weet niet hoeveel Lisbeths er in Dordrecht zijn, maar als dit de Lisbeth is die ik denk dat het is, hoi Lisbeth. De vraag... Nou, sowieso hoi Lisbeth. Ja, dat sowieso. Wat was de niet zo frisse rol van Nederland toen men eerder probeerde ecocide strafbaar te maken? Ja, nou daar, dat vind ik ook een leuke vraag. Dat is het beslispunt nummer 10, hè, dat verdere onderzoek. Nou, het lijkt erop dat in de aanloop van het vaststellen van het statuut van Rome, in 97, 98, dat in die aanloop zijn er natuurlijk altijd hele onderhandelingen tussen landen, vinden dan plaats. Net als bijvoorbeeld het akkoord van Parijs, dat is niet in 2015 gesloten, maar in
Dat begon al in 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Dus het eindresultaat van enorme onderhandelingen. Zo ook het statuut van Rome. En er zijn drafts bekend van het dus conceptverdragen waarin ecocide gewoon stond. Gewoon opgenomen in een draft van 1995, 96. En op enig moment is dat eruit gelobbyd. En het verhaal doet de ronde dat daar vier landen voor verantwoordelijk zijn. Amerika, Saoedi-Arabië, Frankrijk of Engeland, daar wil ik vanaf zijn. En Nederland. En daar heeft de nieuwsrubriek Nova destijds al het nodige onderzoek naar gedaan. Maar het lijkt dat daar een hele actieve lobby geweest is om dat weg te krijgen. Met name natuurlijk omdat Shell is toch een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Saudi Oil. Nee, hoort je ook weer? Aramco? Nou, in ieder geval grote... Dat er gewoon een hele actieve lobby geweest is. En het is gewoon de moeite waard om dat naar boven te krijgen. En dat is dus de rol geweest. Want het heeft erin gestaan. Dat is ook aantoonbaar. Je kan ook al die stukken teruglezen. Fascinerend om te doen. Sapir en ik hebben daar wel een soort verkenningje naar gedaan. Maar dan dat is een rabbit hole waar je geen tijd voor hebt. Althans wij niet op dat moment. Maar het is echt de moeite waard om uit te zoeken. Het zit hem echt in dezelfde... Ik zeg in dezelfde orde van grootte dat bijvoorbeeld oliemaatschappijen al in de jaren 60, 70 wisten wat klimaatverandering was. En ja, dan heb je wel een verantwoordelijkheid. Het is daarbij overigens niet de bedoeling dat ecocide-wetgeving ervoor zorgt dat je wordt veroordeeld voor misdaden die je al gedaan hebt. Dat kan helaas niet, zeg ik dan maar even, voor het gemak. Maar er is een actieve rol geweest. Lijkt er geweest te zijn van Nederland. Omdat uit het statuut van Rome te krijgen. Dan wil ik overgaan naar de laatste vraag. De laatste vraag die we vandaag kunnen behandelen, laat ik het zo zeggen, is van Raki Ab. En hij is blij dat de documentaire... Hey Raki. Hij is blij dat de documentaire inging op inheemse volkeren en dat die een belangrijke rol spelen. En hij vraagt, hoe kunnen we de belangrijke rol van inheemse volkeren in Nederland in landelijke discussies omtrent klimaatoplossingen brengen? Nou, gelukkig hebben we Raki Ab zelf, die heel goed in staat is dat te doen. Dus daar werken we goed in samen. Ja, en ik moet echt denken weer aan die bijeenkomst die we hadden vorig jaar, 2019. En het confronterende was bijvoorbeeld dat een D66 parlementslid aan die mensen uit de Amazone vroeg van, ja, hoe kunnen we jullie helpen? En dat ik... Ja, daar eigenlijk ook een beetje boos over werd eigenlijk, omdat dat is dezelfde D66 die zich hard maakt voor het Mercosur-verdrag, wat echt een desastreuze uitwerking heeft op inheemse bevolking, groepen. Vragen, hoe kunnen we helpen? Is natuurlijk wel heel cynisch. Dus om Raki's vraag te beantwoorden, ja, blijven agenderen. Ik denk dat het heel goed is dat op het moment dat we de ecocide-nota gaan behandelen in de Tweede Kamer, initiatiefnota, nogmaals, dat zal ik vermoed na het zomerreces zijn, een kernhoofdstuk daarin is West-Papua. En hoe daar tegelijkertijd een onafhankelijkheidsstrijd wordt gestreden, een legitieme onafhankelijkheidsstrijd wordt gestreden, en tegelijkertijd door westerse bedrijven op een enorme schaal ecocide plaatsvindt. En die bewustwording, blijven slaan op de trommels, dat speelt een rol. En actief wezen, wat raak je natuurlijk doet, wat ik doe, wat we allemaal doen. Dat zorgt ervoor dat het op de agenda komt. Ja. Bedankt voor je antwoord en ik wil iedereen hartelijk danken voor de vragen. Ik vond het echt hele goede vragen. Sorry dat Zeker. We ze niet allemaal hebben kunnen beantwoorden, maar ik hoop dat we toch de populairste hebben kunnen behandelen. Ik wil graag nog het woord geven aan Lammert voor een afsluitende boodschap voor ik de vergadering afsluit. Ja, dankjewel Pieter. Ja, dank voor alle mooie vragen. Ik hoop dat jullie wat aan de antwoorden hebben gehad. En ik wil graag afsluiten met de oproep om toch vooral actief te worden. En we zijn allemaal nu renaissance mensen in een nieuw tijdperk. Dat gaat niet vanzelf komen. 17 maart is, we noemen het wel... De verkiezingen van je leven. De komende 10 jaar zullen we iets moeten doen wat we
eigenlijk nog nooit eerder hebben gedaan. Dat is drastisch en radicaal allerlei systemen omgooien. En daar hebben we echt alles en iedereen bij nodig. Dus bij deze zijn jullie allemaal benoemd tot actieve campagnevoerders. En dank voor je aandacht. Tot 17 maart. Dankjewel. Ik wil mijn afsluiting eindigen met een dankwoord. Want er is hard gewerkt aan deze bijeenkomst. Namens de Partij voor Dieren Dordrecht wil ik allereerst Lammert bedanken voor zijn inspirerende en ook een beetje bevrijdende verhaal. Ik wil de afdeling Zuid-Holland van de Partij voor Dieren en het Partijbureau danken voor de technische ondersteuning. En ik wil jullie bedanken voor jullie komst en jullie deelname en jullie betrokkenheid. Vond je deze lezing nou interessant? Hou onze campagneagenda in de gaten. Je kan bijvoorbeeld op Facebook bij de evenementen kijken van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland. Want er komen nog veel meer interessante lezingen aan tijdens deze verkiezingscampagne. Bedankt, dan sluit ik onze digitale bijeenkomst. Fijne zondag allemaal, maar voor je wegklikt, blijf nog even hangen voor een epiloog.